Oké, ik heb vandaag nog twee shots te doen. De ene is dat ik buiten dingen uitleg waar ik door een wijk heen loop. Lijkt me gewoon prima waar ik een soort van vloggend iets uitleg. En een tweede shot is ik als Frans, de Fransman, waarbij ik op mijn gezicht ga tekenen met een stokbrood ding, ook dingen ga uitleggen. Dus dat zijn nog de twee shots die ik ga doen. Daarna moet ik heel snel mijn spullen pakken, naar Utrecht gaan voor de Vrimibo. En vanuit de Vrimibo vrij snel door weer naar Gouda om daar bij de ouders van Sander te slapen. Zodat ik morgen op tijd in Rotterdam ben voor de Social Hackathon. Tijd schedule. Ik moet ook gewoon die film nog afkrijgen en een update. Ik heb gelukkig gisteravond heel veel gedaan qua editing. Dus dat gaat wel lukken. Uploaden en dan gaan. Oké, tik maar de bak. We gaan natuurlijk niet alleen maar kletsen en eten. Er komen ook hele toffe sprekers, namelijk deze twee. Yeah! En nadat de sprekers een inspirerende verhaal hebben gedaan. Rewind. Take one. Weer teruglopen. Take two. We gaan natuurlijk niet alleen kletsen en eten. Acting. We gaan natuurlijk niet alleen maar eten en kletsen. Acting. Gaat oké. Nog een keer. Komt wel goed. Hoe vaker je het doet, hoe meer er iets tussen zit. Wat is er met mijn haar trouwens? Oké. We gaan niet alleen maar eten en kletsen. Maar er komen ook twee hele bijzondere... Acting. Daar zit vast wel iets tussen. Op naar huis voor de laatste shot. En dan is het editen geblazen. En dan hoop ik dat ik hem af heb. Dan is het nu tijd om mijn Franse shot te maken. Dit is het fluisterstukje van het filmpje, maar ik vind het gewoon zelf veel te grappig. En soms moet je er gewoon dingen in doen die je zelf heel grappig vindt. De nodigheden zijn een baguette en een permanent marker om een Franse snor op mijn gezicht te gaan tekenen. Ik hoop zo dat ik die er nog af krijg. Ik heb morgen een gesprek met al mijn investeerders en ik wil er niet zitten met een nep Franse snor. Maar goed, ik ga het toch proberen. Oh, maar dat doe ik mezelf toch aan soms. Maar goed, we gaan het zien. Oké, daar gaan we. Ik zie er in ieder geval al Fransig uit. Dat vind ik wel een goed punt al. Oei. Of moet ik zeggen, oulala. Bonjour. Oulala, dat was slecht. Bonjour. Au revoir. Acting. Mijn stokbrood begint te breken. Bonjour. Volgens mij was die best goed. Het is een combinatie van Frans, Vlaams en Brabants. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar het klinkt wel grappig. Nou, volgens mij was dat hem. Kijken of ik dit van mijn gezicht af kan krijgen en deze 10 kilo aan gel uit mijn haar. Zodat ik nog een beetje fatsoenlijk erbij loop de rest van de dag. Ja, wel leuk. Oké, ik ga deze lekker opeten. Ciao. A biento. En dan nu het allerlaatste stuk, de audio opnemen, mijn microfoon, waarbij ik in ga spreken wat ik, wanneer het is en dat soort dingetjes. Dus eventjes de kabels aansluiten op mijn laptop. Hup. Cool. Oké, check. Nou, ik ben te horen, dat scheelt al een boel. Meld je aan via www.dinerpansant.achterhoekvo-graafschapcollege.nl. Bizar eigenlijk hoe je twee hele dagen kan spenderen aan een filmpje van 2,5 minuut. Maar goed, was het wel waard. In ieder geval heel leerzaam voor mij om te doen. En ik ben ook wel redelijk enthousiast over het resultaat. Ik ben heel benieuwd hoe ze het bij het Graafschap College gaan vinden. Het is namelijk wel een beetje edgy en ja, niet zo serieus en stijfjes. We gaan het meemaken. Als het niks is, dan is het niks. Dat is ook goed. Nou, nu is het op naar Utrecht, naar de Vrimibo. Kijken of daar mensen komen, gezellig een biertje mee te doen. En dan door naar Gouda. Op een avond. Dit is een boek. Oh, dat is nou een boek.
de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Kundera. En we hebben Thomas en Theresa. En Thomas en Theresa zijn geliefden. Theresa slaapt, praat in haar slaap. En het volgende fragment speelt zich dan af. Hij lag te draaien naast de slapende Theresa en dacht terug aan wat ze ooit lang geleden tegen hem zei, tussen onbeduidend gebabbel door. Ze praten over zijn vriend Seth en ze bekenden: als ik jou niet had ontmoet, was ik vast en zeker op hem verliefd geworden. Toen al brachten die woorden Thomas in een vreemde melancholie. Opeens beseft hij namelijk dat Theresa alleen maar door een toeval van hem hield en niet van zijn vriend Seth. Dat er binnen het rijk der mogelijkheden, naast haar verwerkelijkte liefde met Thomas, een eindeloze hoeveelheid niet verwerkelijkte liefdes voor andere mannen bestaat. Ja, dat vond ik mooi. Een paar uur later. En we rotten terug weg van een hele gezellige Fribibo. Een leuke groep mensen was er weer verzameld met weer leuke gesprekken. Ja, ik blijf deze dynamiek heel leuk vinden, dus dit blijf ik zeker doen. Gezellig. Nou, op naar Gouda. Dan ga ik met Sander meeten. Dan gaan we ons klaarmaken voor morgen. Morgen ga ik 17 uur nadenken over een sociaal probleem. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Mijn eerste hackathon. Even later. Ik heb vanavond al een nieuwe vriend gemaakt. Dit is Max. En Max wil alleen maar spelen. Nee? Ja. Gezelligheid. Ik ben nu in het huis van de ouders van Sander. Ik ga hier slapen en dan ben ik morgen lekker op tijd in Rotterdam. Het is een leuke dag joh, vandaag. Ik ben echt enthousiast. Het filmpje is af en ik ben er best wel trots op. Je kan hem nu hier vinden. Je kan hem zelf kijken. Het enige wat je zag in dit vlog en het vlog van gisteren waren eigenlijk alle foutjes en zo. En ja, ik vond het wel leuk om te zien hoe vaak je een scène opnieuw moet doen voordat je een goede hebt. Dat is echt... Oei, oei, oei. Het is een boeiend proces, dat hele gebeuren. De Fribibo was het gezellig. Wel een mooi gesprek over toeval. En ja, weet je, dat is wel leuk met Esther. Die kan dan weer zo'n mooie filosofische iets erin brengen. Dat is gewoon heel tof. Fijne mensen om mij heen daar. Met Sander ook even verder gefilosofeerd in dit mooie Waddinxveen waar ik nog nooit ben geweest. Goed begin. Dat wordt leuk morgen. Sander woont normaal gesproken in Schotland, dus ik zie hem bijna. Dus het is fijn om dan, als hij er is, zeg maar hier in Nederland, dan... quality time met elkaar door te brengen. Nou, ik sluit hem hier af. Gaan we morgen weer verder. Dan heb ik nog een uurtje of 3 à 4 aan slaap. Voordat ik heel hard ga brainstormen over sociale dingen. Oké, dat is het mooie leven.